We weten het allemaal. Gezond eten en veel sporten is belangrijk. En Club weet dat natuurlijk ook. En daarom startte het met Gezond Scoort. Om jongeren aan te zetten gezond te leven. Boterham met hesp en confituur. Appel, bananen en al. Deze kinderen gaan de uitdaging aan en sluiten een contract met Stefano Denswil en Jens Teunkes. In dat contract beloven ze minstens 2 maanden gezond te leven en te eten. Het eerste puntje, dat ze eigenlijk gewoon meer bewegen, dat is dat we gaan sporten in onze vrije tijd. Punt 2. Gezonder eten en drinken. Elke dag ontbijten, snoep en snacks beperken. Puntje 3 is denk ik heel duidelijk. Is iedereen akkoord dat er nooit, nooit, nooit gerookt mag worden? Is iedereen daarmee akkoord? Ja. Ah, oké. Zelfde contract, andere plek. In het zeepreventorium in De Haan. Ook hier beloven de jongeren om gezond te eten en veel te sporten. De foundation voert al enkele jaren een structureel project uit samen met het zeepreventorium hier. Dat is nu de 4e keer dat we dat doen. In Brugge zit het gezond ontbijt intussen achter de kiezen. En is het tijd om te gaan sporten. Ook in De Haan zijn ze aan het sporten, met de belofte van Club Brugge. Voor de beloftegroep gebeurt dat niet zo vaak, dat je zo'n initiatief kunt doen. Maar het is wel belangrijk dat onze jongens ook hun sociaal engagement eigenlijk tonen. De belofte van Club zijn blij dat ze dit kunnen doen. Ze beseffen als geen ander dat het goede voorbeeld geven deze kinderen kan inspireren. Je trouve que c'est très bien et il faut continuer comme ça, il faut aider les gens qui aiment le foot,